Ja, daar, die roept nou allemaal. Hij is Zwedeman, hè. Hij is 7 vrouwen kwijt. Hij had het ook zo best. Maar ja, helaas. En niet alleen de haan is van slag. De Eindhovense kiphouder Ad van den Nobelen kreeg maandagmorgen de schrik van zijn leven toen hij een hok met 7 dode kippen ontdekte op zijn erf. Waarschijnlijk het werk van een vos die aan de overkant van het spoor in een bos zou leven. Nou, toen ik vanmorgen buiten kwam en ik ging mijn kuikentjes voor en ik kwam achter in de tuin, toen schrok ik. Ik zag heel veel veren liggen. En toen keek ik en er was de vos was in mijn hok geweest. Het alle kippen doodgebeten. 6 kippen zijn doodgebeten, een 7e is door de dader meegenomen. Alleen zijn kop ligt nog op het erf. Maar een vos midden in een woonwijk. Hoe komt deze überhaupt op het goed afgesloten terrein van den Nobelen terecht? Het is overal meer dan 2,5 meter afgemaakt. Maar waar dat hij doorkomt of tegenop klimt, via de buren of de achterburen. Of tenminste, het is een bedrijventerrein. Maar er staat ook een muur van 3 meter hoog. Het is voor mij een raadsel wat hij doorkomt. De 6 kippen gaan de container in. Maar de dader? Ja, opruimen. Ik heb niks tegen het ding als je maar van mijn spullen afblijft, hè. Maar zo'n ding dat hoort in een natuurgebied thuis, hè. Maar niet in een woonwijk. Hè.